Ik heb daar na 9 jaar terug, toen keek ik bij Florida Fashion. En daar heeft ons gepij op een vrijdag. Toen kreeg ons in die envelopes als een brief en om te wijzen, die week is klaar, die next week. Toen schrik was Amma. Toen kreeg ons onze meroenkaartjes. Dat was onze provident geld, wat die pas voor ons uitbetaald. Toen neem ons daar bij de union in de Zuiderfie. Toen kreeg ons de provident van geld. Dat was 8000 wat ik gekregen na 3 weken. Toen gebruik ik dat geld. Toen zoek ik weg, toen kreeg ik een week. Toen zoek ik mijn weg, toen kreeg ik een week. Voor mijn ouderdom was niet kan meer kan weg in de fabriek. En toen heb ik zo gesikkel en gesikkel. Toen had zoek ik weg bij die moslims om te die huizen schoon maken. Toen betalen ze voor mij 50 aan de dag. Maar toen ik daar in de week. Toen zie ik die week ook in IT. Kom, die 50 aan is de man. Dan moet ik een taxi betalen. Dan moet ik mijn kost ook voor mijn kinders. Ik heb 3 kinders. Die geld is de man. Na 8 maanden tijd, toen heb ik gedacht, hoe ga ik nou maken? Ik heb gelopen en vragen voor die mensen, voor die neighbors. Kost een beetje millimeel, een beetje suiker. Toen raak die mensen ook moe van mij. Toen ga ik leer en denk, toen denk ik, ik kan ook maar mijn klein bezigheid opmaken. Nou, wat een bezigheid kan ik opmaken? Kom, ik heb die geld om de winkel opmaken. Ik kost klom geld. Om dat die winkel op te maken. Toen vat ik die 80 rand, toen zei ik, dat is genoeg, ik kan een kas koop. Een klein smokkelhuis opmaken. Hoe kom ik zien, daar is die plekken waar die bieren verkopen. Dat is al ding wat kan vannacht lopen om te laten mijn kinders kan eten in die huis. Toen begin ik met die een kas. Toen zei ik, na 3 dagen, nee, daar is iets. En komsten wat ik nu krijg. Zo mijn kinders kan zo met kost slapen. Toen heb ik nou aangegaan bij die bierenverkoop. Zo die tijd gelopen. Toen heb ik uitgevonden, die bieren loopt beter ook om. Ik maak weer kost vol. Koop ik mijn kinders kost, dan maak ik net weer vol. Toen zie ik hij loopt eruit. Die bezigheid gaat lekker aan. En toen ze tijd gelopen had, maar toen heb ik al zo zwaar gekregen. Ik heb gegaan al naar die Lansdowne toe gelopen, die voeten. En ik heb binnen gaan vragen die mensen wat die slag is, wat die moslims, wat die kost gie. Mensen wat arme mensen gie. Ik heb daar ook gaan staan in die lijn, daar kreeg ik dat. Dan kom ik terug, dan kreeg ik sop. Bij die ene vrouw wat ook sop maakt voor die arme mensen. Nou, dat beetje sop was ook te min voor mijn kinders. Toen ga ik maar aan voor die smokkel. Toen heb ik aangegaan en gegaan. Toen heb ik nou bitteren nog gevoel. Mijn kinders kan nog slapen zonder met kost nou. Ik vraag niet meer mensen goed en niet. Zo zei ik voor die mensen ga plaren. Toen heb ik moest nou aangegaan. Toen zie ik nou die bezigheid loop bitteren nou. Toen kan ik nog voor mij een bed gekoopt om te voor mij kan ja voor die beetje wat ik in krijg. Nou, die bed zijn naam is Charlie Boy, wat ik gekoopt heb. Hij collect script. En die script, hij maakt dat voor mij als ik bezig heb, nou loop in huis, dan weet ik als daarom iets wat inkomt met Charlie Boy ook. Zo, dat is nog een bezig heb. Nou, mijn kennis vandaag, alleen het kost in huis, wat hij bezigheid wat ik ga beginnen van bieren verkopen.